Schiedam heeft een groot cultureel aanbod. Een van de exposities dit afgelopen jaar was Snapshots of a Large Order in de Ketel Factory. Wat is de drijfveer achter deze prachtige expositie? Ja, dat is de Ketel Factory. Dat zijn de kunstenaars die het hier hebben opgebouwd. We hebben hier 2 jaar aan gewerkt. Het zijn 20 kunstenaars en die hebben allemaal een nieuw werk gemaakt. En hoe typeer je nou echt precies deze expositie? Ja, dan moet je er doorheen lopen met mij. Dus dan gaan we lopen. Ja, zo heeft ieder kunstwerk, eigenlijk alle 20 kunstenaars, hebben hun eigen wereld. En dit is de wereld van Ton van der Laken en die gaan jullie nu ervaren. En zo kan je er nog 19 daarna ook nog ervaren. In het begin denk je dat er van alles gaat gebeuren. En dan in één keer dan accepteer je een soort van rust. En dan gaat geluid in één keer heel anders werken. Weet je dat niet? Het gekraak en die echo die overal vandaan komt. Het is bijna meditatief. Het is echt te gek, ja. Echt bizar. Mooi dat je onderdeel wordt van het kunstwerk. We doen in die Ketel Factory altijd tentoonstellingen met de kunstenaars die veel meer behelzen. Het is niet alleen maar tentoonstelling maken, maar het is ook een videoportret wat van hun gemaakt wordt door Kim Zegers. Staan allemaal op onze site. En voor deze hebben we voor het eerst subsidie aan moeten vragen. En het Mondriaan Fonds heeft daar volhartig ja op gezegd onder het mom van opdrachtgeverschap. Alle kunstenaars krijgen een honorarium, er wordt betaald en dat is voor hun superbelangrijk. Voor ons ook. En zij willen dat graag ondersteunen. Ontstaat er iets echt unieks, zoals ja. Dit? Ja, dat is het toch geworden. Ik ben onbescheiden, maar het is inderdaad uniek geworden. Nou, mag je zeggen, hoor. Ja.